Ik ben een dagje bij de dag- en nachtopvang in Almere. In deze Domus Plus wonen mensen met complexe problematiek. Niet verwonderlijk dus dat af en toe de vlam in de pan slaat. Hoe is het om hier te wonen? Als ik de gang oploop, tref ik Jan. Een man met een heftig verleden en een gezellige babbel. Hey Jan, leuk dat ik even bij je binnen mag komen. Ja, dank je. Zeker. Je bent welkom. Hier woon jij. Ik kijk even om me heen. Ik zie een koffieapparaat, een televisie. Je hebt wat schoonmaakmiddelen staan. Ja, je moet schoonmaken. Je moet gewoon leven hoe je moet leven. Ja. Ik zit even achter je te kijken. Jan, die foto's. Wat zijn dat voor... Mijn vader en mijn moeder. En daar ben jij? 7 maanden oud. Ik was een confuse. En hoe was je jeugd? Ik was altijd mishandeld door de leraar op school. Daarvoor... Ik heb leren vechten. Nee, je hoeft niet te lachen om dat. Nee, ik lach ook niet. Ik lach je niet uit. Ik heb leren vechten. Hey Marjan, ik hoorde je net zeggen van je bent wel echt heel blij met de mensen die jou hier helpen. Waar ben je dan vooral blij mee, Jan? Dit. Ik ben blij met mijn onderdak. Dat mensen zoveel geduld met me hebben. Kun je stapjes vooruit maken? Ja, ik moet. Welke stapjes moet je nog maken daardoor? Luisteren. Naar wie? Naar de begeleiding hier. De baas. What the fuck is dit? Dat is een, ja, dat is een microfoon. De tyfus. Wow, wacht even. Shit. Het lijkt wel Hollywood, ouwe. Hé, wacht. Kijk, kom lachen.